Lucia, welkom. Ja, en toen ineens werd je genomineerd. En wat ging er door je heen? Ja, ik was enorm verrast natuurlijk en heel erg blij. Het was wel echt een grote verrassing en dat viel heel mooi samen met de opening van het Inspiratiehuis. Dus dat was wel echt zo'n week dat je dacht van wauw, gebeurt het allemaal echt? Dus, Goed, de volgende genomineerde in diezelfde categorie. Ik roep haar naar voren, want het is Annelies Pilat van Pilat en Pilat. En dan ineens zo op dat grote scherm en dan zit je daar zelf naar te kijken en dan hoor je je eigen stem en dan denk je, bah! Ja. Het gaat om Ierde Kooistra. Hij mag naar voren komen. Electronics en Electro, twee bedrijven en twee keer genomineerd of eigenlijk één keer? Eén keer, ja. Ja goed, we hebben twee takken, particulier en zaak. Goed, Annelies, jullie hebben natuurlijk met Pilat en Pilat zijn ontzettend bekend, hè? De meeste mensen die zullen dat ongetwijfeld kennen. Duurzaamheid, hoe belangrijk is dat bij Pilat en Pilat? Wij maken natuurlijk massief hout en meubelen. Dus massief hout is een heel duurzaam product. Het zijn meubelen die je eigenlijk koopt voor je hele leven. Dus wij werken het ook af met natuurlijke materialen, dus zeep of olie. Dus in die zin is het een heel duurzaam product. Dus... En de fabriek in Bosnië-Herzegovina, die levert natuurlijk toeleverancier van meubelen. We zijn daar terechtgekomen via onze collega Sarko. Die is helaas niet aanwezig omdat hij ziek is, maar... Via hem, hij werkt al 25 jaar bij ons, hij komt uit Bosnië en door hem zijn we daar terecht gekomen. En een hele mooie fabriek gebouwd samen met subsidie inderdaad voor ontwikkelingshulp. En dat is geweldig, het draait er nu 60 mensen in. Ja, ongelooflijk. Groot bedrijf, maar wel genomineerd in de categorie klein bedrijf, omdat jullie natuurlijk in de gemeente klein zijn. Ja, goed, dan K-Tronics en Electro. Ja, ik las dat en ik 2005 begonnen vanuit een rijtjeswoning. Dat zijn de ondernemingen zo vanuit de rijtjeswoning. Was jij degene die daarmee gestart is? Ja, in het filmpje zei je samen met mijn vrouw, maar... Ja, ik ben gestart. En in 2009 is mijn vrouw, toen was mijn vriendin af. Oh, ja, zo gaat dat. We zijn daar getrouwd, maar toen is mijn huidige vrouw is er bijgekomen. Dus, het publiek gaat straks nog wel op jullie stemmen misschien. Dus je kunt hier ook nog van doorgaan met de publieksprijs. Dus geef ze nog even één ding mee waarom ze op jou moeten stemmen. Kom vooral eens langs bij ons, het wijzen. Het is echt heel laag drempel. We hebben een heel leuk café waar je kan koffie drinken, lunchen en lekker genieten van alle mooie spullen. Jullie zijn gewoon het beste bedrijf van Gaspar. Zeker. Dus ja. Nee, ik heb maar één doel en dat is het ondernemersleven jou versterken. Dus op zich, als je op mijn stem fantastisch, maar volgens mij breng je met je eigen stem juist, je eigen. Versterk je daar jezelf mee. Daar komt het op neer. En je stemt altijd op jezelf. Nou, dat is helemaal geweldig. Dankjewel. En jij, nog even één keer. Waarom moeten ze straks gewoon met een stemkastje op jou klikken? Nou, ik bedenk me net, als wij de publieksprijs winnen, dan kunnen we ook een actie eraan doen. Dat doe ik een anders, maar. Dan geven we iedereen. Op een heel scherpe prijs, 10% korting op een scherm. Dat is interessant. Goed, we gaan naar de volgende categorie. En dat is de categorie, de tweede categorie. De categorie middenbedrijf. Dag Marco. We zagen je al even voorbij komen in het filmpje net. Fantastisch bedrijf hier, die is uitgevuld. Ja, een redelijk groot bedrijf in de branche waar je zit. Ja. Ik las natuurlijk 24 uur per dag zo ongeveer 93.000 auto-onderdelen aanbieden online. Ja, wereldwijd online bieden wij constant 93.000 artikelen. De volgende genomineerde die, is van Deck Metal Works en dat is Dirk de Vries. Ja, Dirk de Vries, genomineerd. Welkom hier op... Ja, een handje natuurlijk. op het podium hier, ja, we zagen je net al even voorbij komen met een filmpje met een heel mooi verhaal. Wat jullie allemaal doen, indrukwekkend. Die man die dat filmpje heeft gemaakt, die zou een stukje overslaan. Dat zou echt goed. U wordt er ook wel een beetje Willy Wortel genoemd, waarom? Ja, ik moet toch vaak wel net iets anders dan een ander verhaal doet. En we hebben ook nog die tafel. De volgende genomineerden, ja, die zagen we al midden tussen de kinderen. Zijn naam is André de Jong van Tico Kinderopvang. Ja, welkom André de Jong. Ja, daar ben je zomaar genomineerd als onderneming in de kinderopvang. Best bijzonder. Geweldig. Echt geweldig. We zijn heel lang bezig.
En het is heel mooi met Erik dat ze eindelijk genomineerd zijn als Tico zijn, als kinderopvang zijn. Ja, want u bent nog niet zo heel erg lang verbonden aan Tico kinderopvang, toch? 9 maanden. Ah, 9 maanden? Dat kan geen toeval zijn. Voor jou het bos bloemen om de spanning aan de klas vast een klein beetje op te bouwen. En ook voor jou, Johan, alsjeblieft. Dat moet weg. En dan betekent weer de poging natuurlijk. Want we willen heel graag weten, Jos, jij, die de prijs bekend gaat maken. En daar staat het felbegeerde beeldje van de winnaar van de ondernemersprijs. Acht Kastelen in de categorie middenbedrijf. Wordt dat BA Parts? Wordt dat Tech Metalworks? Of wordt dat Tico Kinderopvang? De winnaar is Tico Kinderopvang! Ja! Tico Kinderopvang! Ja, Johan, die haalt het personeel al naar. Hij zegt, kom deze kant op de 4.